1 en 2 oktober speelden leerlingen van scholengemeenschap Larenberg samen met Holland Opera hun zelfgecomponeerde opera Romeo en Juliet. Opera met amateurs, jongeren, kinderen en professionals. Is dat niet heel erg moeilijk? Aan de ene kant is het lastig omdat je natuurlijk in een repetitie met de jongeren wat anders zou moeten doen dan met de professionals. Terwijl aan de andere kant is het ook wel heel mooi om te zien hoe de professionals als een soort voorbeeld kunnen fungeren voor de jongeren en hun eigenlijk tot nog hogere hoogtes kunnen stuwen. En het enthousiasme van de jongeren, dat maakt echt dat de professionals er ook weer volle bak tegenaan gaan. Het wordt een soort frisheid die er eigenlijk anders niet direct is. Stella van Schaik, Jochem Smit, Juliet en Romeo. Ja. Ofwel Romeo en Juliet. Ja, dat klopt. Wij zijn daarvoor gevraagd. Neil Weiser, onze muziekdocent, vroeg of wij mee wilden doen aan een opera. Is het moeilijk? Ja, nou, het is heel anders. Ik bedoel, normaal doe ik musicals, et cetera. En is de liedjes zijn van tevoren bekend en de muziek is bekend. Dus dan moet je iets nadoen. En hier moest je gewoon helemaal zelf uitvinden wat je moest doen, omdat de muziek werd geschreven. Dus het was luisteren naar mp3'tjes en dingen die gemaakt zijn en gewoon heel veel oefenen. Want de muziek is helemaal zelf geschreven, hè, door de leerlingen van VWO 4, laten we het nog maar even zeggen. Ja, dat klopt. Ze hebben hier eigenlijk het hele vorig jaar aan gewerkt en pas de laatste paar maanden zijn we met hun gaan oefenen. Dus toen was het hele stuk af en hebben ze die scènes gecomponeerd in groepjes, dus allemaal kleine groepjes. En mochten wij proberen of het goed klonk of onze stemmen erbij pasten. And dan ga je voor dat de show begint nog eventjes met ze in een kring staan om ze even rust te brengen. Ja, dat heb ik dan nu vandaag inderdaad gedaan. Het is toch de première en dat brengt een extra spanning met zich mee, ook bij mij. En aangezien ze toch, ze zijn jonger, dus ze zijn misschien nog niet gewend om die rust te pakken. En ik betrap mezelf daar ook op. En het is toch goed om voor zo'n voorstelling om eventjes tot elkaar te komen eigenlijk en even die rust te pakken die toch nodig is om daarna dat resultaat op een goede manier neer te zetten. Okay.